In deze Whiteboard Woensdag video wil ik ingaan op de kracht van een goede slaap. Overdag breken we vooral dingen af. Structuren, allerlei processen, gifstoffen, ons brein, die zwelt ook iets op. En 's nachts bouwen we weer op. Herstellen we die schade, voeren we gifstoffen af, krimpt ons brein ook weer iets. Dat is waarschijnlijk ook herkenbaar als je vroeger ging stappen, of nog steeds stapt, veel alcohol dronk of echt een kort nachtje hebt, dan sta je al wat brakker en wat moeier op. En dat komt ook omdat het brein eigenlijk niet meer eigenlijk voldoende in staat geweest om 's nachts voldoende te krimpen. Dus dan is je brein eigenlijk ook iets vergroot, waardoor je iets minder helderheid en focus hebt. Maar een gezonde slaap is essentieel. Nou, ik ben een voorstander natuurlijk dat je iedere dag de leefstijldriehoek in je leven integreert. Hè? Dat betekent de oerdriehoek, de O van ontspanning, de E van eten en de R van regelmatige beweging. Nou, in deze video ga ik er weer in op de O van ontspanning. En dan dus vooral slaap. Of je kan misschien wel zeggen diepe slaap. Slaap. Nou, als in de loop van de dag of in de loop van de avond de zon wat meer ondergaat, schemering optreedt, dan gaan we wat meer melatonine aanmaken. Als je kijkt naar vissen en reptielen, hebben die nog een derde oog. En dat derde oog is lichtgevoelig. Bij mensen is dat derde oog eigenlijk naar binnen toe ontwikkeld in de evolutie. En dat is nu in ons brein de pijnappelklier. En dat is gevoelig dus voor lichtfrequentie, ook voor schemering. En als de schemering optreedt, dan gaan we als starten wel met de aanmaak van melatonine. Een enorm belangrijk hormoon, het slaaphormoon. Maar wat ook een belangrijke antioxidant is. En wat zorgt voor veel herstel, hè, gedurende de nacht. Nou, als we te veel gedurende de dag, maar ook de avond, naar schermpjes kijken, naar blauw licht kijken, dan wordt dat melatonine, dat slaaphormoon, onvoldoende aangemaakt. Dus gebruik bijvoorbeeld de Somno Blue bril, hè, wat het blauwe licht wegfiltert. Gebruik de app Flux op je mobiel of op je computer. Die filtert eigenlijk het blauwe licht ook al weg uit je scherm, waardoor je een betere aanmaak krijgt van het slaaphormoon, van melatonine. Wat dus enorm belangrijk is. Ook als je 's morgens bijvoorbeeld beweegt, ook al is het wel voor je ontbijt, dan zie je ook dat mensen beter slapen. Maar zorg vooral het liefst optimaal dat je na 8 uur eigenlijk geen schermpjes meer hebt. Eventueel kan je nog lekker naar buiten toe een wandeling maken. Koffie, ook belangrijk, drink na 3 uur 's middags eigenlijk geen koffie meer. Het cafeïne erin kan ook een negatief effect hebben op de aanmaak van slaaphormoon. En zo zorg je ervoor dat je eigenlijk een ideale rode lopen hebt naar een goede slaap. Waarmee je eigenlijk de schade van de dag weer herstelt en zo eigenlijk bijblijft. En als je voldoende slaapt, dat is eigenlijk de beste anti-rimpelcreme die er is, dan kan je dus relatief ook minder snel verouderen of misschien relatief ook nog wel wat verjongen. Slaap is een cyclus van de slaap, ongeveer 1,5 uur. Dus denk ook in slaapcycli. Hè? Je hebt ongeveer 7,5 uur slaap nodig. Dus als je weet hoe lang het duurt voordat je in slaap valt, bijvoorbeeld 15 minuten... zet dan je wekker als je in bed gaat liggen 7 uur en 45 minuten verder. En dan duurt het 15 minuten voordat je in slaap valt. En dan slaap je 7,5 uur. En een slaapcyclus duurt dus ongeveer 1,5 uur. En dan gaat je wekker aan het einde van de laatste slaapcyclus. En dan word je veel frisser en helder, wakkerder dan als je ergens in het midden van 1,5 uur je wekker plotseling gaat. Omdat je dan eigenlijk nog niet voldoende dus in de remslaap zit aan het einde van je slaap. Waardoor je fris en helder wakker kunt worden. Dus gebruik iedere dag een leefstijldriehoek, de oerleefstijldriehoek. Denk vandaag eens wat meer over een diepe slaap. Ga vanavond eventueel wat vroeger naar bed toe. En gebruik de Oerstack Journal in jouw leven ook als veiligheidsspel voor de juiste zelfzorg van lichaam en geest. Voor de juiste leefstijl en de juiste denkstijl. Waardoor je vandaag ook weer een goede dag hebt. En goede dagen aan elkaar is dus uiteindelijk een rode loper naar een goed leven. En dat is wat we jou met Oerstack willen bieden. Een beter leven. Dus tot zover. Zorg vandaag voor een goede slaap en mogelijk kijk je deze video 's avonds. Dan in ieder geval snel de apparatuur weer uit en welterusten. Slaap lekker. Oersterk, een ontdekkingstocht naar een beter leven. Meer weten? Surf naar oersterk.nu. Tot de volgende keer.